Beesblessures kunnen op veel plekken in het lichaam ontstaan. We zien deze het vaakst bij de benen. Bij een peesblessure voelt u pijn in uw pees of bij de aanhechting van de pees op het bot. De pijn neemt toe als u meer beweegt. We zien deze blessures dan ook vaak bij sporters. Maar ook mensen die niet aan sport doen, kunnen er last van krijgen. We zien de blessure op alle leeftijden ontstaan, maar de meeste mensen zijn van middelbare leeftijd. Vroeger dachten we dat peesblessures ontstaan door een ontsteking. Er is echter geen klassieke ontsteking bij peesblessures. Kenmerkend voor peesblessures is dat de peesvezels niet meer in één rechte lijn liggen, maar kriskras door elkaar. Peesblessures komen het meest voor in de Achillespees, de kniepees, de pees aan de binnen- en buitenkant van de heup en de aanhechting van de hamstrings. Sommige sporten leiden veel vaker tot een specifieke peesblessure. Zo zien we dat de helft van de hardlopers ooit in hun leven een Achillespeesblessure krijgt. Bijna de helft van de basketballers en volleyballers krijgt juist weer last van een kniepeesblessure. Overbelasting speelt dan vaak een grote rol. Hiermee bedoelen we dat de sporter meer heeft gedaan dan hij of zij gewend was om te doen. Maar er zijn ook andere oorzaken van peesblessures, zoals een verminderde kracht van een spier of een minder bewegelijk gewricht. De oorzaken verschillen per peesblessure. In het Erasmus MC is er een speciale peespoli waarbij wij u kunnen helpen om te herstellen van uw peesblessure. Voor uw bezoek aan de peespoli kunt u een vragenlijst toegestuurd krijgen. Zo hebben we van tevoren al een idee van hoe het met u gaat en kunnen we in de loop van de tijd goed beoordelen hoe uw herstel verloopt. Tijdens uw afspraak in het Erasmus MC bespreken wij uw klachten. Daarna krijgt u een lichamelijk onderzoek en kijken we waar uw pijn zit, hoe de pijn voelt en wanneer deze erger wordt. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanspannen van spieren en het drukken op de plek waar de pijn zit. Soms onderzoeken we uw pijn tijdens een test. Zo doen we bij Achillespeesblessures hinkeltesten en bij kniepeesblessures een eenbenige kniebuiging op een hellend vlak. Hiermee beoordelen we op basis van de ernst van de pijn die u op dat moment voelt, hoe uw herstel verloopt. Ook kunnen we de kracht van spiergroepen testen. Bij de Achillespees onderzoeken we het uithoudingsvermogen van de kuitspieren met een speciale app. Bij de hamstringpees bepalen we de kracht van de hamstringspieren met een krachtmeter. Hiermee kunnen we onze behandeling aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Soms is verder onderzoek nuttig om de diagnose te bevestigen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen met een echo, die we soms direct bij het eerste bezoek al maken. Bij dit onderzoek zien we met ultrageluid heel precies de afwijkingen van de pees. In het Erasmus MC maken we daarnaast gebruik van een zeer vernieuwende echotechniek. Met de ultrageluidsgolven maken we 3D-beelden, net als bij een MRI-scan. Met deze beelden kunnen we door het aankleuren van de pees nauwkeurig beoordelen hoe de structuur is van de peesvezels. Eventueel krijgt u verder onderzoek, zoals een röntgenfoto voor het uitsluiten van mogelijke andere oorzaken van uw klachten. Dit doen we vaak als er pijn is bij de aanhechting van de pees. Is er nog meer informatie nodig, dan maken we een MRI-scan. De behandeling hangt af van wat voor soort peesblessure u heeft. Veel peesblessures herstellen goed met oefentherapie. Met oefeningen proberen we de geblesseerde pees en de spiergroepen te versterken en nieuw peesweefsel te vormen. Dit kost vaak tijd en energie om vol te houden. Wij begeleiden u hierbij en hebben verschillende trainingsschema's ontwikkeld die u hierbij helpen. Soms verwijzen we door naar een sportfysiotherapeut voor deskundige begeleiding. Het is belangrijk om te onderzoeken wat uw pijn erger maakt. Als we dit goed te weten komen, dan kunnen we uw activiteiten daar tijdelijk op aanpassen en stap voor stap weer opbouwen. Er zijn ook aanvullende behandelingen mogelijk, met ieder hun voor- en nadelen. We bespreken deze graag met u, zodat u een goede beslissing kunt maken. Soms kunt u ook geholpen zijn met een operatie. We werken nauw samen met orthopedisch chirurgen die daar ervaring mee hebben. Tijdens uw afspraak in het Erasmus MC maken we een inschatting van hoe snel u weer hersteld bent.
Dit hangt af van het soort peesblessure. Wij zijn hier specifiek in gespecialiseerd en hebben veel ervaring opgebouwd. We zijn wereldwijd betrokken bij veel onderzoeken, maken richtlijnen en hebben de nieuwste inzichten in de behandeling van peesblessures.